denk dat we een procesverbaal krijgen, jongens. Vamos a la playa, 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 vamos a la playa. Ja, ook echt gewoon. Op naar mijn crib! We gaan naar mijn crib. Ik ga met het busje. Roy gaat met de Audi L8. Oh god, helemaal ruk. Ik krijg mijn raam niet meer dicht. Kijk, deze klikt hoor. Maar deze niet. Hij wil niet meer dicht. Nee. Oh god. Oh, hij wil echt niet meer. Waarom gaat hij niet? Oh. Meen je toch niet? Het gaat gewoon oprecht gewoon niet dicht. Hè? Dit is serieus. Maat. Het is ook gewoon 2 graden buiten. Dit... Ah, ik kan het raam vergelijken met mijn extra mond. Die wilde ook maar niet dicht. Ach nee hoor jongens, grapje. Maar ik wil best dat het raam nu dicht gaat eigenlijk. Maar hij wil oprecht gewoon niet dicht. Oké, nou, wat moet ik dan doen? Met het raam open rijden. En nou mag dat raam wel dicht. Want ik rij op een 80 weg en het is heel koud met zoveel wind. Ja, 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 ja. Oh yes. Oh, het is zo koud. Oh. Met het raam dicht klinkt het ook prima, toch? Ja, dus als je dat ding op de weg ziet, Audi R8, mooie wagen, maar die kleur erop, dat maakt hem 10.000 keer vetter. En dan is hij nu smerig, maar als hij schoon is en hij glimt, oeh. Kijk nou eens even, wie hebben we daar dan? Hoi, hoi joh! Oh, zo, jezus Christus. Wow. Jezus. Wow. Lekker oma's auto aan het wassen, man. Ja. Is hij gewoon oma's auto aan het wassen? Ja. Zo, jij dacht iemand werd boos of niet? Hè? Jij dacht iemand werd boos? Ja. Ah. Ik had je weer fucking goed, hè? Ja, man, dat had ik nooit verwacht, ouwe. Ik hoorde Roy net ook al rijden. Ja, klopt. Zat je bij Roy in de auto? Nee, nee, nee. We kwamen van Roy's huis, daar hebben we geslapen en nu gaan we naar mijn huis. En als het goed is, ga je mee met de ballen spelen, toch? Hè? Als het goed is, ga je mee met de ballen spelen, toch? Ja, natuurlijk. Ik ga mee met de ballen spelen. Het de crib, Roy. Het de cribje, bro. Oh, staat lekker muziek hier op? Kom eens kijken, grap. Kom eens kijken. Het ruikt ook gewoon naar klussen. Het ruikt naar klussen, het ruikt naar hout. Hallo. Kijk, vla plafondetje, maat. Zo, ja. Gaaf, hè? Lekker bezig, man, hè? Kijk, de wc is al af. Hoe noem je een schoen die kan zagen? Hoe noem je een wat? Een schoen die kan zagen. Zaagsel. Ja, oh, ik raak helemaal afgeleid door die kleur. En inmiddels is er gewoon al een plankje op maat gezaagd. Want wat gaan we vandaag doen? We gaan met ballen spelen, hè, ook. Ja, zeker met ballen. Zelfs voor die markten zijn ze thuis, hè. Even een plaatje op maat zagen voor de pauperballenbak in je bus. Swipe omhoog voor aannemer. Ja. Kijk, hè. Ik vroeg me eerst altijd af, waarom staat hier soms een eentje, een tweetje of een drietje? Het kan soms wel heel hoog oplopen. Blijkbaar is dat dus, als je ooit je kentekenplaat kwijtraakt, krijg je een nieuwe. En voor fraude plakken ze dan een eentje of een tweetje erop. Van, nou, deze is dan 2 keer kwijtgeraakt. Als mensen jouw kentekenplaat vinden... En ze zetten hem op een auto, kunnen ze natuurlijk boetes rijden namens jou. Dus dat is helemaal ruk. Dus dit is goed gedaan van de overheid. Lekker bezig. Deze man is ook lekker bezig. Op maat. Het is ook gewoon een oude deur gaan ze erin. Ja, het is gewoon een oude deur wat ze erin gaan zetten. Ik ga hier zo goed op, joh. Ja, dit is goud, joh, die mannen. Fuck mannen, hè. Daarom heel mooi. Eens even kijken of dat past, hè. Ja, nou, ja. Het past in het... Dankjewel, mannen. Wat, dit is top. Dit is fantastisch! Roy moet gewoon janken, wat. Hey, dankjewel, hè? Ja, de toppers. Gaat er een zin om? Dit is toch goed? Beuker is een beetje tegenaan en zo, is echt goed, hè? Ja, dit is top. Ja, nee, dat moet je niet doen. Nee, die ballen zullen het tegenhouden. Kom goed. Dankjewel. 2 hoodies, hè? Een L'tje en een M'tje. Swipe omhoog naar dondejong.nl. Ja, jongens, daarover gesproken. Ik ben een YouTuber die eigenlijk nooit zijn merch promoot. En, ik promoot eigenlijk oprecht gewoon nooit mijn merch. Ik ben een van de weinige YouTubers die echt eigenlijk echt nooit zijn beurs promoot. Het zit zo met mijn merch. Ik heb het wel, maar ik ga het eruit doen. Dus wat er nu nog online staat op dondejong.nl is limited edition. Dat kan je tot en met 31 december bestellen. 1 januari gaat alles eruit. En dan komt het ook nooit meer terug. Dus wil je nog wat van dondejong.nl, wees er snel bij. Er is al heel veel uitverkocht. Er zijn nog maar een paar maten beschikbaar van de kledingstukken die ik verkoop. Nog wat bidons zijn er beschikbaar. Zo, ik kom lekker uit mijn woorden. Maar ja, ik dacht, zeg het toch even voor de mensen die zaten te twijfelen. Nou, dan kan je nu een keuze maken. Dus top. Hey, die werknemers voor jou, joh, Robert. Die zijn van alle markten thuis, joh. Moet je bekijken. Echt, hè? Ze bedenken het gewoon ter plekke, hè? Gewoon zo gek als een deur, die gasten, joh. De deur moet weg. Ah, joh. Ze deden letterlijk zo. Ja, ze deden letterlijk opmeten, zagen en dan gaat erin die deur. Nou, een extra goed beveiliging met derde deur. Jezus. Nou, ik zal maar gelijk even met de deur in huis vallen. En met de deur in het busje vallen bedoel je? Oh! Zit vol zo'n shit. Dit is echt zo'n moment dat je echt zo aan het lachen bent. Ja, dat doet eigenlijk wel pijn. Ja. Zit die deur zo recht dan. Ja, laat maar. We hebben hier zo een plastic raampie. En die willen we eigenlijk eruit hebben. Het is gewoon plastic, het is geen glas. En binnenkort hebben we een datum gepland staan. Ik... 3 maten plus Roy gaan we 12 uur lang in het busje overleven. Dat wordt goud. Dat heb ik zoveel zin in. Maar ja, je zit je met z'n 5. Er is plek voor 5. Alleen het is wel leuk als we hierdoor naar achter kunnen kruipen. Dat we ook van die achterruimte gebruik kunnen maken. Dus het raampje gaan we eruit ragen. Nee, jij? Ik. Nou, laat maar raden. Roy gaat helemaal stuk. Zo, is dit veiligheidsglas. Yo! Met een moker. Je moet een moker halen. Hoe kan dit? Het zeer mijn oren. Hoe kan dit dan? Hoe kan dit? Sta ik er ook op of niet? Ja. Ja? Ja. Hoe kan dit dan, joh? Oh! Oh, het is geen plastic. Wow! Maar het is wel veiligheidsglas. Doe gelijk, je moet je handen pakken. Nee, het is veiligheidsglas. Wow! Je kan gewoon dit doen, het is veiligheidsglas. Kijk dan, joh. What's up? Ik dacht dat het plastic was, maar het was dus geen plastic. Veiligheidsglas, nou dat is fijn. Zo, het lijkt net een soort de politiebusje waar je uit snapt. Hoe is het, maat? Ja, lekker man. Hey, ik ben zo lekker zitten in mijn vel vandaag. Mooi weer, heerlijk. Nou, kom even die gekkigheid joinen dan. Ja, ik denk dat ik er zo wel aankom. Ik heb even een vraagje. Ik ga vanavond om 6:30 ben ik in Almere bij mijn Lambo. Er gaat zo'n jongetje, die gaat binnen nu in een maand dood. Die is ook bij Boef geweest. En die gaan we met de KLPD op de weg rijden, maar gewoon hard rijden en zo. Misschien vind je het leuk om mee te gaan met je Lambo voor dat jongetje. Ja, ik kan vanavond, dat vind ik wel leuk man, dat gaan we doen. Hey, Boef had hem een PlayStation gegeven, maar die jongen die had er zelf voor gespaard. Alleen als die PlayStation uitkomt, dan is die er al niet meer. Vet ziek. Dus, oké, nou ik bel jou als ik wegrij, ja? Is goed maat, tot zo, yo. Ja, ik heb toch niks te doen straks, dus... Gast, dat is erg leuk, man. Dat ga ik gewoon doen. Kan ik die jongen helpen, toch? Echt erg, zo. Hey, het is ook een lul, rijdt hij gewoon daar. Hey, kom er straks aan, zegt hij. Staat hij sowieso om de hoek staan wachten en bellen. Ja. Oh, wacht even. Kijk op, fietsers. Oh, sorry. Wat ben je toch ook een eikel? Je stond gewoon om de hoek, hè? Nee, ik was aan het bellen, hoor. Gewoon onder de weg. Hé, Chahid. Ik heb net kans 1 op 10 verloren. Ik heb de raam moeten doorkoppen. Kop ook? Ja. Maar het is veiligheidsglas, dus kom gewoon. Ja, het is wel veilig. We hebben het glas opgeruimd. Het is tijd om de ballen erin te gaan gooien. Let's go, man. Hey, valen. Je wou boos worden, hè? Of jij altijd, schat. Hey, misschien is het eerst handig als ze die deur erin doen. Ja. Oké. Kristalen neuzen. Hey, het is jouw video. Wacht, blijf eens lachen, lach eens. Ja, dat is het idee. Lekker bezig, Chahid. Het leuke is dat Chahid is ADHD'er, dus die doet al het werk voor me altijd als hij er is. Ja, dat doe je zelf. Jij pakt die deur. Hé, hey, maar... Huh? Oh. Moet ik dat ook doen? Ja, mijn GoPro is nog vallen. Dan heb ik een GoPro'tje opgehangen. De eerste Zakka Zulu! Oh. Oh. Dat klinkt goed. Dat klinkt zelf goed, ja. Wow. Kijk eens even. Haha! Zit u lekker, meneer? Zit u lekker? Ja, ik zit echt top. Oh mijn god, bro! Ja, het zit lekker. Dit is goud. Dit is later erin voor die 12 uur challenge hoor. Ja, dit is top toch? Kratje erbij en gaan. Eén iemand boppen. Zo, jij denk je, jij moet rijden? Ja, ligt aan. Of als iemand anders wil rijden, dan zeg ik gelijk ja. Ja. Chahid. Doe nou niet. Ga je erbij? Ja. Hou vast hè? Ja, ik heb het door. Wat lekker hé! Hé hey, jongens, slaap lekker! Oh! Oh! Nee, 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 nee! Als je die deur open doet, gaat alles eruit. Hé, hey, ja, lekker man, Chahid, ruim je het zelf op. Alles gaat eruit, hè? Hey. Ja, dat zit er allemaal achter die deur nu. Sukkel. Sorry man. We slaat helemaal. Was je lul, zegt hij. Oké, ik had nooit verwacht dat het zo ver met je zou komen dat je achter het glas zou gaan staan. Oh, dat is maar beter ook. Kijk daar. Ik geloof dat hij is. Kijk daar. Hier. Achter je. Kijk dan hier, die bal. Hoe komt die dan? Oh. Ja. Wat dit doen? Het is, ook zit er nog een. Hoe kan dat? Auw. Waarom doe je dat? Wat heb jij gedaan dan? Binnen? Ik hoorde van de gasten dat je iets gedaan hebt. Dus kijk. En gaan we kijken? Vuile hond. Nou Chahid, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Oh, wat mooi! Ja, hè? Is het af? Ja. Ja, is het helemaal af? Het stinkt ook, jongen, echt. Dat vind ik ongelooflijk. Doe bij Okkel of zo. Wat voor schoenen? Nee, ja, ik kan wel nieuwe betalen. Ja? We delen de kosten voor nieuwe schoenen voor Okken. Ja? Ja, oké. Let's go. Ja, kom, ja, neem me gewoon mee. Neem me gewoon mee, ja. Want we gaan er nu van tussen. Ik krijg vrijdag een nieuwe. Ja? Dan geef je die gewoon aan Okken. Ja. Oh, leuk. Doe het geluid na, doe het geluid na. Hey, wat? Doe dat geluid na, hou die bus erbij. Wij zijn erg. Ja. Jullie gaan niet bij mij flikken. Ik heb het gezien al. Is goed, hè? Kijk dan, laaghangend zonnetje. Langhangende zak. Hij was mooi, hè? Die echt gewoon zoals natuur. Ja, ik vind het zo mooi, laaghangende zon, mooi platteland. Wat is dit? Het is toch mooi? Het is gewoon ja, klopt. Ja, jouw vrouw lijkt hierop op het platteland. Ik weet niet hoor, er zit daar nog wat in. En ga jij rijden? Ja, is goed. Ja, ga jij rijden? Gaan we even een verlaat plekje en dan ga ik achterin zitten, ja? Ja, dan ga je op je buik liggen. Ja, is goed. Op mijn buik in die ballen. Ga ik op jou rijden. Hey Roy, gaan we samen? Ja, ik ga sowieso. Ja? Ik ga sowieso in die ballenbak liggen, wat denk jij? Ga maar zitten, Chahid. Doe je best. Waar? Achter het stuur. Maar ga maar op de versnellingspook zitten, schat. Kijk, hij is lekker los, maar hij gaat goed mee. Ja. Oké, doe je voorzichtig met dat ding, want ik rijd er wel echt veel in, hè? Huh? Niet helemaal... Oh! Ja. Doet hij expres. Kijk uit voor Roy, gast. Die is nog bezig, hé. Hij laat hem expres afslaan, zodat jij op je bek gaat. En ik zeg, je moet voorzichtig doen. Ja, dan lul is het, hè. Trek aan de handrem, dat mag, maar niet te erg, ja? Als jij niet hoort wat ik zeg, normaal doen. Beetje gek is goed, ja? Want jij bent te erg. Oké? En niet het raam open doen, want die gaat niet meer dicht. En doe je gordel om. Eikel. Chahid, als je bij mij wegrijdt, terwijl ik erin ga, dan ga ik je echt een pak rammel geven. Niet doen! Ik doe het! Ik doe het echt! Ik weet dat ik niet dreigend klink, maar ik doe het wel! Chahid? Gaat het doen, hè? Natuurlijk gaat hij het doen. Hoe ging jij erin? Gewoon zo? Ja. Je probeert je er nog op voor te rijden, maar het lukt niet. Chahid nog niet rijden! Roy, vond je het leuk? Ja. Janken. Oh, daar gaan we. Oh mijn god. Oh, 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 oh. Chahid, gast! Jij! Rustig! Rustig! Jij doet hem af! Oh mijn god, we kikten bijna om, hè, of niet? Ja, hè? Geef toe, we gingen bijna omver. Hij moet... Jij bent erg! Ik zei nog, doe best! Oh mijn god! Jij doet nou normaal! Want hij heeft geen grenzen. Als we omkiepen hebben we echt een probleem, hè? Oh, shh. Nee, dit is echt niet normaal. Gast, we gaan vol de ankers, denk ik. Oh, dit is echt een van de ziekste dingen die ik ooit heb gedaan. Dit is eng, ik ben helemaal misselijk. Jij ook? Ja. Van de rondjes, hij draait dit uit rondjes. Chahid, omwisselen! Omwisselen! Nu mag jij! Oh, die gast is gek, joh. Ja, maat, hij is echt te erg, hoor. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Ja. We waren echt veilig gekapseist. Ik ben altijd op een gegeven moment helemaal in die ballen zat. Ik zat zo te kijken, ik zag ons gewoon echt zo. Ja, ik ook. Zo. Ik dacht alleen maar, gaan we nou al? Gaan we nou al? Vallen we al? Dat is het enige wat ik kon denken. Ik had niet verwacht dat we nog zouden blijven staan. Hij is echt niet goed. Hé hey Chahid, we gaan voor jou psycholoog voor je verjaardag geven, hè? Ja. Ik wil niet veel zien. Dit is heel leuk, maar Chahid gaat weer te ver, man. Ik ben echt... Chahid, jij weet niet wat je meemaakt als je hierin zit en wat er allemaal gebeurt er zo, maat. Wat dan? Het is echt fuck, het is te lijp. Ja, maar als je bent rustiger moet je het zeggen. Ik heb het gezegd tegen je, eikel. Sorry, ik ben ook weer een zeikert, maar ik ben gewoon even geschrokken. Nee, let maar niet op mij. We pakken allebei wel een beetje. Ja, maar ik maak ook een smakken met mijn neus. Ik heb gewoon bloedneus, hè. Ja. En dan grappigste vond ik jouw front gewoon echt joink zo vol in die ballen, jongen. Ja, ik weet niet of je het op camera kan zien, maar ik heb wel even bloed. Een beetje bloed. Ja, maar ja, is fijn. Terug maar weer op. Doe hem na, shit, doe hem na. Daar gaat hij weer. Zo, we gaan even een thumbnailtje maken, even in het zonnetje. Hé hey, maat, ik weet dat ik een zeikert ben, maar ik ben echt heel erg geschrokken, man. Ja, ik meen het oprecht. Oh, sorry, zeikert. Ja, maar ik weet niet, man. Wow. Als mijn bus hier ommondt, ik heb hem wel elke dag nodig. Ja. Dan is het einde oefening, snap je? Ja, we gingen echt bijna. Eén wat ik wil zeggen... Nee, ik snap het. Een beetje in de man. Ik zal me een beetje inhouden. Nee, doe je toch niet. Ik heb net al gevraagd. Eikel. Maar het kutte is, je hebt zo'n aanstekelijke lach met dat kunstgebied. Ik kan ook weer niet boos zijn natuurlijk. En ik vond het stiekem eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. Ik vond het best wel leuk, ja. Ja, het was echt heel leuk. Dus het was gewoon adrenaline. Het was echt heel leuk. Ja. Op een gegeven moment had ik echt het gevoel van kapseis gewoon. We zijn klaar. Ik zag Roy zijn gezicht. Roy, ik zag die oogjes tussen die ballen helemaal. Kijk. Nou, Roy gaat er vandoor. Die moet... We hebben alles vrouwenspercentage. Gast is fucking goud. Ja, gast. Dat was echt... Oh, ik heb echt... Jouw lach, ik heb me weer vermaakt. Ik moet even bijkomen, dan wel. Ja, doe je voorzichtig dan. Hey, zorg dat je niet omkiepert, Roy. Hé, maar die spijtbus, ook is weg. Ja. Waar zijn ze? Dat ging met een aparte auto, hebben ze helemaal niet gezien. Let op. Je kent... Ik ben verre familie van Hans Kazan, hè. Kijk. Let op, ik heb niks in mijn handen. Je bent ver familie van Hans Kazan. Zat in mijn capuchon, hè? Nee, kijk hier, let op. Hier, let op. Jezus Christus. Hier, let op. Ja, echt, zitten er zoveel in mijn capuchon? Zit er nog één in zeker, of niet? Nee, 4. Wow. Auw! Nou, we laten het in ieder geval lekker zo. Is perfect voor de 12 uur challenge. Daar gaan we ontzettend lekker in chillen. Nou, Oké jongens, die zijn dus blijkbaar nu bij de parkeerplaats. Die waren, weet ik veel, precies ons misgelopen of zo. Heel raar, we snappen het ook niet. Ze belden me net even. Maar ik ga ook in ieder geval ophalen. Dan gaan we nu even richting Chahid. Gaan we even daar zijn Lambo ophalen, want hij is met de Porsche natuurlijk. En dan gaan we die jongen verrassen, geloof ik. Dus superleuk. Ik vind dat soort dingen altijd heel confronterend. Misschien is dat de reden dat ik net een beetje schrok. Ik vind kinderen of gewoon mensen die nog heel kort te leven hebben, dat vind ik zo heftig iets. Ga ik daar heel erg over nadenken. Ik krijg natuurlijk best vaak aanvragen van stichtingen die nog iets willen doen hè, met zieke kinderen. En dat wil ik heel graag. Alleen ik vind het heel moeilijk. Ik vind het Als kind heb ik natuurlijk ook bepaalde dingen meegemaakt. Maar dit is natuurlijk nog 10 keer zo heftig. En ik weet niet, ik zit daar dan gewoon mee. Ik doe het graag en ik hoop die jongen een hele leuke dag te geven. Ik vind het zo heftig. En dat mogen jullie best weten dat ik dat soort dingen best moeilijk vind. En ben ik bang dat ik ga huilen en dat ik het niet aan kan, weet je wel. Ja, je blijft een mens. Dus en ik ben soms ook emotioneel aangelegd. Ik vind dat soort dingen gewoon extreem heftig. Dus daarom dat ik misschien net een beetje niet helemaal in de vibe mee ging. Excuses daarvoor. Ik zal niet meer pushy doen. Ik ga het doek eraf halen. En dan ga ik ook ophalen. En dan er van tussen. Oh jongens, dit is gezellig. Moet je kijken. Dit is echt een van de gezelligste straten van Nederland, als je het mij vraagt. Zo. Kijk dat, ook een beetje hobbelig. Zo gezellig hier. Toppie! Oké, jongens, Chahid heeft een pakketje binnengekregen. We gaan hem even uitpakken. Ja, eens even kijken, wat zit erin? Hé, hey, een nieuw kind geloof ik. Hallo. Wie ben jij? Kito, 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 kito. Yeah. Hey, Luciano. Waar was je heen dan? Ja! Yeah. Moet ik een kleurplaat maken? Yeah. Oh god, vrouwen willen altijd zoveel aandacht. Wat is dat toch? Hé, hey, word je ook zo erg? Hier! Hier heb je je blaadje! Ja, wij gaan een keer aan buiten jullie. Haha, nee, kom maar. Gaan we tekenen dan? Meer? Meer, ja, ga maar liggen. Ga maar liggen. Dan ga ik je inpakken, ga maar. Goed zo. Ja, je moet ook je hoofd wegdoen, hè, anders kan hij niet dicht. Kijk, moet op je zij gaan liggen. Lamborghini, Oro, Elios en Lamborghini. Verdima. Groene goud op de weg. Groene goud op de weg. Kijk eens even dat lekkere kontje helemaal overbelicht door mijn grote lichten. Zo lijp. Oh. Ja, zo'n combinatie is natuurlijk krankzinnig op de weg. En ik hoop dat het jongetje het ook krankzinnig gaat vinden. Nou, we komen op locatie. Ik ga eerst even lullen en dan ga ik pas filmen. Oh god jongens, oh god. Ik heb te hard gereden met Chahid. Politie. Shit. We zijn de lul. Oh god. Ik denk dat we een procesverbaal gaan krijgen, jongens. Hij zit voorin. Hij zit voorin. Kijk hier ook. Hé jongen, blijf even zitten, Nick. Blijf even zitten. Goeiedag, jongeman. Hoi. Alles goed? Ja. Ja? Nee, niet, Nick. Don en Chahid. Ja? Gaan we een leuke dag maken? Ja. Ja, hè? Heb je het een beetje naar je zin gehad? Ja. Ja, dat zie ik wel, meneer de agent. Leuk, man. Hé, hey, Nick, met wie wil je als eerst mee? Met Chahid of ik? Eerst met jou. Is goed. Kom lekker zitten. Ja, dat hij wil. Het is zijn dag. Dus even kijken, jongen. Kom lekker zitten. Zo. Vind je hem lekker ruiken? Ja. Hij is helemaal gereinigd. Nee, ik ga geen scheet laten. Zo, het is lekker donker, hè? Kijk, ja. Dat is beter, denk ik. Kijk, kun je een beetje kijken wat je ervan vindt. Kijk je de vlogs? Ja. Ja? Zal ik hem even aan? Wil jij hem aanzetten? Kan jij drukken? Op de startknop. Ja. Dat klinkt goed, hè? Zou ik van de meneer agent mogen reffen voor je, of niet? Ja, mag dat? Ja. Dat klinkt goed, hè? Ja. We rijden achter hem aan, hè? Achter die Audi. Achter de agent? Ja. Ja, maar we kunnen het beste, qua drempels, kun je het beste keren. Die weg is echt dramatisch met drempels. Oh, dankjewel. Dat moeten we niet hebben, denk ik. Hè? Nee, nee. Je moet even keren. Is goed. Mooie auto. Ja, hè? Wat is je favoriete merk? Lamborghini. Lamborghini, ja. Nou, je hebt geluk, want eigenlijk hadden we alleen Chahid geregeld. Ja. Want het is namens, wat was het nou? Kanjerwens, hè? Ja. Ja, en Chahid belde me op, Don, kan je mee? En toevallig had ik tijd. Ja. Dus ik dacht, tuurlijk, we gaan mee. Gaan we een gezellig dagje van maken. Hij is ook wel dik, hè, die politie ja. A6. Wat een dikke Audi. Rijdt de politie gewoon in, hè? Mogen we als Nederland trots op zijn. Gaaf. Wat heb je gedaan dan met de politie, net als ik vragen mag? Net gingen we op de snelweg 200. Echt? Ja. Achter boeven aan, hoop ik, hè? Als je wil, kan je straks ook even na het rijden zelf... Oh, daar aan mijn camera. Als je wil, kan je na het rijden, kan je zelf ook wel even gaan zitten en een beetje reffen, hoor, als je dat leuk lijkt. Ja. Ja. Oh, gaat hij weer? Oh jongens, het wordt een beetje lastig filmen zo. Hij heeft een spoedgeval, er is een gestolen auto op de A6, hij moet weg, dus wij moeten onze speerde auto uit. Echt? Ja. Dus Hij moet weg. Oh, oké. Okay. Gaan jullie maar zonder hem rijden dan? Ja, is goed. Ja. Zo, ik denk dat ik dan problemen heb. Dat mijn camera niet lekker werkt. Maar blijkt gewoon dat de politie achter een melding aan moet van een gestolen auto. Laten we Chahid even voorop. Wat blijf je nou dan? Ja, jongens, wij gaan wel gewoon een stukje rijden. Filmen is een beetje lastig. Maar Nick zegt net al tegen mij, ik ga niet heel veel praten, want ik wil gewoon lekker kijken. Nou, dat komt natuurlijk helemaal goed. Hey, en natuurlijk moeten we wel naar de Mac, hè? Ja, we moeten natuurlijk wel naar de Mac toe. Lekker een milkshakeje halen. Zo, het is druk. Gewoon twee rijen. Ja. Maar als je nu toch aan de lijn bent, dan vragen we het even aan Nick. Groen of goud? Groen. Nou, Nick. Maar goud wordt anders als het vies-zwarte piskleur. Hoor je dat, Chahid? Hou eens op. Chahid! Chahid, weet je wat hij zegt? Chahid, weet je wat hij zegt? Je hebt een piskleur op je auto. Wat een baas! Waarom zeg je dat? Dan wacht maar, jij gaat nu mee. Jij gaat in de punt zo meteen bij mij. Maar goud is wel mooi, maar als vies wordt, wordt zo'n piskleur. Ja, dat is waar. Hij is wel piskleur, ja. Ik ben het met jou eens. Nee hoor, het zijn eigenlijk dezelfde auto's, er zit alleen een andere kleur op. Ik vind toch goud wel heel mooi, maar als vies wordt, vind ik meer zo'n piskleur. Ja, dus eigenlijk moet hij hem elke dag schoonhouden, maar ja, dat is natuurlijk lastig. Don. Ja. Boef heeft me laatste PlayStation 5 gegeven. Boef? Ja. En heb je hem ook kunnen gebruiken? Leuk man. Wat speel je erop? Fortnite en autospelletjes vooral. Autospelletjes, ja. Dus jij bent ook eigenlijk helemaal autogek. Dus het is wel heel tof dan voor jou. Ja. Super leuk man. Ja, Chahid en ik zijn super blij dat we ook met je kunnen delen gewoon. Nou, heb je nog op school gezeten of, was dat, of kon dat niet meer? Ja, dat kon wel, maar ik heb 3 jaar volgens mij thuis gezeten. 3 jaar thuis? Zo, is wel pittig man. Even kijken, kunnen we deze drempel redden? Ik denk nu al dat ik wil werken, maar... Je wil eigenlijk werken? Ja. Wat zou je voor werk willen doen dan? Met camera's en editen vind ik. Oh, dus eigenlijk een beetje audiovisueel heet dat, geloof ik. Ja. Dus, maar wat zou je echt films willen maken of televisieseries of presenteren? Of... Ik hou meer van bijvoorbeeld voor iemand editen of helpen met dingen klaarzetten voor filmen. Dus je wil eigenlijk bij het hele proces zijn eigenlijk? Ja. Ja, je wil gewoon van begin tot eind, wil je het helemaal maar. Ja. Maar ben je dat al een beetje aan het doen op de computer of zo, met YouTube tutorials of zo? Nee, ik ben nog een beetje aan kijken. Ik begin nu al een beetje te kijken van wat ik wil worden op YouTube. Maar... Oh, je doet ook YouTube? Ja. Leuk. Wat doe je dan? Games uploaden? Ja, games. En wat voor games dan? Ja, ik doe nu niet echt veel meer. Maar zoals ik thuis ben, alleen doe ik het wel veel. Oké, als je niet thuis bent, dus dan bedoel je dat je dan in het ziekenhuis bent normaal? Alleen ik heb geen geld voor een camera op de PlayStation. Niet? Zijn er nog... Nou, dan gaan we nu kijken of er nog winkels open zijn. Ik ga gelijk googlen voor je. Don! Yo! Kijk, daar is die Nino. Alles goed? Ja, zeker. Lekker. Wat doe jij zo'n ding? Doe je zo'n ding? Nino, wil je met een praat of niet? Ah. Oh, is het FaceTime meneer? Ja, mijn zoontje. Die vraagt jou altijd. Oké. Hey Nino, groetjes! Hoi! Ik heb een camera gevonden voor de PlayStation 5, bedoel je dan? Nee, ik wil eigenlijk gewoon de camera daar kan laten zien, want ik beleef heel veel met Kanjerwens. Daar kan laten zien wat ik met Kanjerwens allemaal samen. Oh, je wil gewoon vloggen bedoel je? Oh, oké, ik dacht je bedoelt een camera op de PlayStation, maar bedoelt een camera waarmee je eigenlijk alles kan doen? Kijk, nou top. Weet je wat we dan doen? Je mag van mij, ik heb thuis nog een paar vlogcamera's liggen, mag je erin hebben als je het leuk lijkt? Ja. Of ik kan kan je eentje op je adres laten bezorgen? Ja, doe maar op je adres. Ja, zullen we gewoon een nieuwe doen? En dan moeten we ook natuurlijk een SD-kaartje erbij doen en zo. Dan gaan we gewoon fixen jongen, tuurlijk. Als jij dat nog leuk vindt hè, dat jij nog even een tijdje lekker kan vloggen, dan gaan we dat gewoon fixen. Ik zet mijn telefoon nu even neer voor wat licht. Nick, morgen krijg jij een hartstikke mooie Canon vlogcamera met een statiefje erbij en een gigabyte kaartje van 32 gigabyte. Een SD kaartje, dus kan je alles doen. Heb je een computer thuis? Ja. Ja, nou dan kan je hem gewoon met een draadje in je computer doen. Ja. Kan je de bestanden eraf halen, kan je editen. Als je al een editprogramma hebt. Ja. Dus vanaf morgen kan je lekker gaan vloggen. We hebben een hele mooie Canon camera. Ja. Dus kan je doen wat je wilt. Die kun je gewoon neerzetten voor het gamen. Of als je inderdaad op pad gaat met Kanjerwens. Als ik jou op die manier kan helpen, doe ik dat heel graag. Ja. Superleuk. Kijk, er staat ook echt bij. Oh, mijn beeld knippert een beetje. Er staat vlogkit bij, zie je dat? Vlogkit. Oh, ja. Dus het is ook echt voor vloggen bedoeld. Dus dat is leuk. Super! Dankjewel. Geen probleem. Hey Chahid! Ja, ja inderdaad. Dan ga je lekker met Chahid mee. We hebben een paar naaiers gevonden. Ja. Kijk eens, achter Nick is een auto wel heel erg beslagen. Hey Chahid, we hebben vanaf morgen concurrentie erbij, maat. Wat dan? Hij gaat vanaf morgen beginnen met vloggen. Nee toch? Nee. Dus we worden weggespeeld denk ik. Oh shit. Dus we hebben een probleem. Jongens, volg hem eventjes. Hoe heet je kanaal? Fixen wel dat hij in de beschrijving komt. Nick Power. Nick Power, jongens. In de beschrijving. Als je het niet vergeet, komt goed. Oké, nou Chahid, doe je voorzichtig met hem? Ja, sowieso. Nou, dan gaan we weer achter elkaar aan. En dan heb ik het broertje van Nick hier. Gaan wij eens even lekker rijden. Nou, Nick gaat even reffen en starten. Ga ervoor zitten, maat. Dat is een hele val. Ja, hoppatee. Je weet hoe die werkt, denk ik, hè? Als je veel gamet. Ja, voet op de rem. Lukt dat? Kan je erbij, bij de rem? Maar Okke drukt wel de rem in. Kun jij een reffie gooien? Kijk. Nou, het gaspedaal weet je wel hoe die werkt, hè? Je hoeft alleen... Ja. Lekker hè? Ja, je maakt er goed gebruik van, man. Zo, ik hoor ook helemaal niks meer. Nou, dat was het dan met Nick. Dat was even gezellig. Ik heb niet super veel gefilmd. Ik wil gewoon even het moment vooral met Nick doorbrengen. Super leuke gast, super positief. En ik zag Chahid net ook even flink volschieten. Het is ontzettend jammer natuurlijk. En als je zo'n jongen ziet, hè, die is 13 dan. Nick is 13 en die heeft een hele agressieve hersentumor. Ja, dat is gewoon ontzettend heftig. En ja, dan ga je gewoon de dingen waarderen die je hebt nog meer dan normaal. En dat doe ik al heel erg. Maar het ging nu even niet om mij. Het ging om Nick. En Chahid en ik hebben me gelukkig heel blij kunnen maken. Het verbaast me nog steeds dat ik met mijn lelijke harsjes mensen blij kan maken. Maar gelukkig kan het. Ik hoop dat Nick lekker kan gaan vloggen vanaf morgen. Kan hij nog de komende tijd gewoon lekker vloggen, lekker zijn ding doen. En voor de rest, ja, het was eigenlijk gewoon heel leuk. Het was eigenlijk gewoon heel positief. Vooral omdat Nick zo'n goede vibe om hem heen had. Gewoon topgozer. Leuke ouders. En de man van Kanjerwens was er ook bij. Was gewoon top. Was gewoon even kort maar krachtig. En ontzettend leuk om te doen. Dus, nou, dan gaan wij er weer van tussen. Ja. Let's go, maat. En dat is weer een streepje op de tankcounter. Nou, laat ik die tankcounter gelijk maar even bijwerken dan. Er mogen nog twee streepjes bij, dus laten we dat doen. Hier, nummer 1. Nummer 2. Het was zo'n pain in the ass om deze vlog te editen. Echt op een ander niveau. Ik ben bij Chahid. Ga jullie binnenkort in de vlog zien. Heel erg bedankt voor het kijken vandaag. Speciale dag. Ik hoop dat jullie het ook speciaal vonden. Dat jullie lekker meegenoten hebben. Mocht het nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later!